De nieuwe single staat dan voor de deur? Ja, die staat voor de deur. Het is vandaag zondag. Ik ga vrijdag naar Martin om hem op te nemen. En ja, dat gaat eigenlijk... Ik ga nog niet zeggen hoe die heet. Maar het gaat erover over de onbevangenheid van het leven. Hey. Er zit ook een hele goede filosofie achter. En als jij de... We hebben, Martin en ik proberen er iets van te maken. Dat het een feestnummer is, maar ook dat het een kleine boodschap heeft. Dus, en dat zit erin, dat zit erin. Dat kan ik de fans, de luisteraars en de bezoekers van TV Oranje, Radio NL, kan ik wel verklappen, ja. Ik heb dit zelf aangedragen en ik vond het wel heel apart. Ik ga naast hem zitten. Hij begint te spelen. Hij duwt die hetgene wat ik hem aangedragen heb, dat draagt hij in op de melodie. En we gaan zo samen zitten. En hij zegt, nou dit is het. Toen hebben we even een frietje gegeten, want hij had honger. Ik had meegegeten. En toen hebben we de bridge, het serieuze gedeelte, afgemaakt. En het is een heel feestnummer, maar wel met een serieus tintje op de achtergrond. Maar ja, ik vind wel dat het feest moet voorop blijven. En het serieus op de achtergrond. En vooral in deze tijd dat alles zo gecompliceerd is, dat leven. Ja, ik ben 54 lentes jong. Ach, dat zou ik niet zeggen. Ben je al 54? Nou, ja, mijn vriendin zegt, nou, als jij 54 bent, dan ruil ik hier voor 2 voor 27. Dat doet ze niet. Maar het is een unieke tekst. En een unieke... Het is gewoon een heel leuk nummer. En nogmaals, het verwondert mij dat daar over dat nummer... Hallo! Dat over dat nummer, over dat onderwerp nog nooit iets geschreven is.